Het was in de tweede week van juli dat ik gebeld werd door een moeder van twee kinderen bleek. En die vertelde mij dat ze eigenlijk niet kon lopen omdat ze heel erg pijn in de teen had. En ze was bij de huisarts geweest en de huisarts had haar doorverwezen naar een orthopeed. Maar daar kon ze pas half september terecht. Ik vond het heel jammer omdat ze twee kinderen had en ze zou daar de hele zomervakantie allerlei leuke dingen mee gaan ondernemen. Ik dacht, daar moeten we wat aan doen. Dus we hebben gelijk gekeken, waar kun je sneller terecht? En ik had voor haar een zelfstandig behandelcentrum gevonden in de omgeving, zodat ze daar eigenlijk met een dag of twee terecht kon. En ze was eigenlijk helemaal happy, ze ging gelijk bellen. En de volgende ochtend belde ze me terug en toen zei ze, ja Albert, dit zijn toch niet de beloofde dagen dat jij zei. Het gaat toch 4-5 dagen duren voordat ik daar terecht kan. En daar was ik een beetje van naar teleurgesteld. Dus ik dacht, ik ga nu wat extra's doen. Ik ga nu zorgen dat ze extra snel geholpen kan worden, zoals we afgesproken hebben. En toen is het me gelukt sneller een plek te krijgen. Het niet weten wat er aan de hand is met je, dat geeft natuurlijk een gevoel van machteloosheid. Het creëert onrust. En als je daarbij kan helpen, dat is natuurlijk super. Er was inderdaad een breukje, een teenbotje. Alleen daar wordt niks aan gedaan. Maar ze wist nu wel waar ze aan toe was. En dat heeft voor hun vakantie natuurlijk wel heel veel betekend. Omdat er allerlei activiteiten zeker wel door konden gaan. En daar krijgen we al kick van.